Maximaal 300 personen kunnen zich per dag registreren bij het COVID-19 Support Center aan de Gongrijpstraat om in aanmerking te komen voor de financiële steun. Na evaluatie is gebleken dat de COVID-veiligheidsmaatregelen niet voldoende in acht worden genomen door de honderden mensen die zich gaan registreren. Het COVID-19 noodfonds is vanaf afgelopen maandag operationeel. En op de persconferentie van het COVID-managementteam heeft Danielle Feira, directeur Nationale Veiligheid, namens het ministerie van Sociale Zaken enkele mededelingen gedaan. Ze beginnen vanaf vandaag met de uitbetaling van AKB, AOV en de financiële bijstand en pensioen. Laat me dat zo voor u lezen. Het ministerie van Financiën begint vandaag met uitbetaling van sociale steun vanuit het COVID-19 noodfonds. Het sociaal deel van het fonds is bedoeld om de acute nood van de minst draagkrachtigen en groepen die het hard zijn getroffen door de COVID-19 crisis te verlichten. Dus de SMA staat nog abin schrijf schrijfie en de SMA staat COVID-19 bijna na de knock-out. De SMA staat nog up money. Die mensen kunnen dus hiervan gebruik maken. Deskundigen van het ministerie hebben met collega-ministers alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk de financiële noodmaatregelen te kunnen uitvoeren. Dus wat wordt het dan? De algemene kinderbijslag, een extra SRD 1000 per huishouden. Dit dus naast de 525 SRD per kind. De AOV, daar komt een extra SRD 525 bij. En dat dus alleen voor hen die AOV genieten. Dus zoals het is wat zij kies AOV kaba, dus maar dat die ochies wat extra 525 SRD. Een financiële bijstand voor de mensen met een beperking. Dus maar dat die satchisi wat extra 675 SRD. Die zie naast die SRD 325. Want financiële bijstand, zwakke huishoudens. Dus maar dat die is wat extra 250 SRD. Dus massa eigen niet onderstand. Dus maar dat die is wat extra 1000 SRD. En dus massa den dan een pensioen. Dus maar dat die is wat extra 500 SRD. Danielle Feira, zij is directeur Nationale Veiligheid. Bij het COVID-19 Support Center was het vanmorgen een enorme drukte, waarbij de COVID-maatregelen niet voldoende in acht werden genomen.